Er zijn tenminste twee gigantische wetenschappelijke vraagstukken voor deze eeuw. Hoe ontstond het heelal en hoe werken onze hersenen? Door mijn omgeving en het toeval werd ik het tweede vraagstuk ingezogen. Ik groeide op in een gezin waar ik als kind zulke boeiende gesprekken over alle aspecten van de geneeskunde hoorde, dat ontsnappen aan dit vak onmogelijk werd. Mijn vader was een gynaecoloog die zich voor veel zeer controversiële aspecten van de voortplanting inzette, zoals de onvruchtbaarheid van de man, kunstmatige inseminatie en de anticonceptiepil. Voortdurend kwamen er vrienden van hem langs, van wie ik later pas begreep dat dit ook voortrekkers in hun vak waren. Van professor Dr. Dries Querido, die later de medische faculteit in Rotterdam opzette, kreeg ik zo als kind mijn eerste lessen in de endocrinologie. Toen we samen de hond uitlieten en die voor het eerst zijn poot optilde, leerde ik van Querido dat geslachtshormonen dat gedrag veroorzaken door hun werking op de hersenen. Regelmatig kwam professor Dr. Koen van Emden, Nederlands eerste hoogleraar seksuologie, 's avonds met zijn vrouw bij ons langs om een glas met mijn ouders te drinken. Zijn verhalen waren, zeker voor kinderen, adembenemend. Zo vertelde hij dat een gesprek met een patiënt die dag helemaal niet wilde vlotten, uiteindelijk liet de man los wat hem zo dwars zat. Hij had gehoord dat Van Emden Boas homoseksueel was. Van Emden Boas had daarna zijn arm om diens schouder gelegd en gezegd: "Maar lieve schat, dat geloof je toch niet?" Zijn patiënt in verbijstering achterlatend. We brulden allemaal van het lachen. Er waren geen vragen die niet gesteld mochten worden en in het weekend kon ik mijn vaders medische boeken inkijken en door zijn microscoop eencellige beestjes in slootwater en plantencellen bestuderen. Bij het herseninstituut was eerder plaats, dat was dus mijn carrièreplanning. Gezien mijn achtergrond van thuis was de keuze van het onderwerp logisch. Het zou het nieuwe terrein van de neuroendocrinologie worden. Onderzoek naar hormoonproductie door hersencellen en de gevoeligheid van de hersenen voor hormonen. We leven helaas in een wereld waarin 300 miljoen kinderen een ernstig en permanent gestoorde hersenontwikkeling hebben door een tekort aan voedsel. Dit leidt niet alleen tot permanent verminderde verstandelijke vermogens, maar ook tot een verhoogde kans op schizofrenie, depressie en asociaal gedrag. Dit is bijvoorbeeld gebleken uit het onderzoek van de kinderen die tijdens de hongerwinter in 1944-45 in de Randstad geboren werden. Dezelfde problemen kunnen nog steeds optreden in onze maatschappij van overvloed, wanneer de placenta onvoldoende functioneert en het kind in de baarmoeder daardoor onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en te licht ter wereld komt. Ondervoeding van het kind in de baarmoeder kan ook veroorzaakt worden doordat sommige aanstaande moeders heftig braken tijdens de zwangerschap of strikt dieet houden om niet dikker te worden.